Er wordt aankomend jaar een heuse stoelendans uitgevoerd met de invulling van Doetinchemse schoolgebouwen. Met als resultaat dat het hoofdgebouw van het Ludger College aan de Vondellaan uiteindelijk in 2027 wordt gesloten. De herindeling komt voort uit de oprichting van de twee nieuwe schoolorganisaties die het middelbaar onderwijs gaan verzorgen in Doetinchem. Namelijk het Panora Lyceum en het Houtkamp College. We hebben in Doetinchem voor een bijzonder traject gekozen. We gaan van 3 scholen naar 2 scholen, maar dat doen we door de 3 scholen die er zijn af te bouwen en met 2 nieuwe scholen te beginnen. En het is heel mooi om te zien dat we nu dit scenario hebben kunnen kiezen voor de 2 nieuwe scholen, waarbij er sprake is van een gescheiden onderbouw en bovenbouw en we daarin gelijkwaardigheid, prachtige panden, de leerlingen van optimaal onderwijs kunnen voorzien. Van de 3 fases is dit de eerste fase en dat betekent dat we met deze keuze voor een onderbouwlocatie aan de Ruimzichtlaan. Dat betekent dat het college de gemeenteraad voorstelt om het gebouw van het Graafschap College te kopen. En die als onderbouwlocatie in te kunnen zetten in combinatie met het gebouw aan de Kruisbergseweg. En dat daarnaast het gebouw van de Holteweg ingezet zal worden als onderbouw voor de andere school in combinatie met de Bizetlaan. Hoe gaat het eruit zien voor de leerlingen die nu al op de huidige drie scholen zitten in Doetinchem? Nou, voor die leerlingen verandert er eigenlijk niet zo heel erg veel. Vrijwel alle leerlingen blijven gewoon zitten waar ze zitten. De enige leerlingen die iets sneller gaan verhuizen, dat zijn de eerste klassers van het Ludger College. Want die zouden hun tweede jaar oorspronkelijk ook nog aan de Holteweg blijven. En die mogen nu een jaartje eerder aansluiten bij de oudere leerlingen. We moeten nog verder werken aan de inrichting natuurlijk van het gebouw. Aan de Ruimzichtlaan, daar ligt de opgave om energie neutraal te maken. Volgend jaar moeten de leerlingen daar ook al kunnen starten. Maar daarnaast hebben we ook nog een tweede fase en een derde fase. En dat heeft ook te maken met verduurzaming en inrichting van de gebouwen en de omgeving aan de Bizetlaan en de Kruisbergseweg. Hoe gaat het gecommuniceerd worden richting ouders en nieuwe leerlingen die straks moeten kiezen voor een nieuwe school? Nou, die weten allemaal al dat die scholenmarkten aankomen en die weten ook allemaal dat ze dan precies te horen krijgen hoe het eruit gaat zien.